verschrikkelijk wat groen gebeurt. Dus het weekend daar doet. En de mams wou gewoon dus. Maar ja, ik woon erachter. Je hebt het eigenlijk niet metgekregen wat gebeurd is. Nou, in eerste instantie heb ik gehoord dat er politieauto aankwam. Met toeters en bellen, de eerste patrouillewagen. Daar ben ik opgestaan en hoorde ik mensen in de flatgebouw roepen van schiet op, ze springen uit het raam. Maar toen zag ik aan de voorzijde niks van het huis. Heb ik aan de zijkant van de woning gekeken, uit het raam. Dan zag ik daar vlammen al naar buiten komen. Dus toen zei ik tegen mijn vrouw, daar brandt het. Maar wel precies, ik kon een beetje een inschatting geven van waar het was. Ja, voor de rest heb ik dus, toen ik naar buiten kwam, was de brandweer inmiddels bezig met gooimateriaal om de zaak te blussen. De brand was kort en hevig, hevige rookontwikkeling, maar het was wel snel onder controle. Dat kan ik dus wel vooropstellen. De kinderen eventjes een goede dag zeggen, de vrouwtje zei ook goede dag en die meneer ook. Maar voor de rest geen contact. Aan de taal, ze spraken normaal Limburgs dialect, Maastricht. Ja. Maar uit welke wijk van de Maastricht, daar weet ik niet. Ze woonden dus pas hier? Ze woonden ongeveer een jaar, ongeveer schat ik. Woonden ze pas hier dus. Nou wordt er gezegd dat er ruzie zou zijn binnen het echtpaar. Is u daar iets van bekend? Daar is mij niks van bekend. Nee. Ik heb daar nooit iets van gehoord. Ook als ik langskwam om naar de winkel te gaan of iets dergelijks. En ik kwam hier langs. Ik heb nooit iets gehoord. Dus daar moet ik ontkennend op antwoorden.